40 dagen je alcoholgebruik op pauze zetten. Je vastgeroeste patronen doorbreken en kijken wat het met je doet. Deze drie deelnemers uit het Land van Kuik gaan die uitdaging aan. Jij ook? Ik ben Rob. Ik ben Joost. Ik ben Judith. En ik pas. Eigenlijk ben ik voorgoed gestopt. Het is vandaag overigens exact 18 maanden geleden dat ik gestopt ben met alcohol. Eigenlijk hartstikke goed. 3 jaar geleden heb ik besloten te stoppen. Niet meer nemen van alcohol gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, het is een kwestie van iets anders bestellen of iets anders nemen. Eigenlijk verwacht ik dat ik nooit meer ga drinken. De voordelen van het niet drinken wegen enorm op tegen de nadelen en ik ben er heel content mee. Je bent er heel bewust van dat je het niet neemt, hè? Dus de bewustwording is groot. Je omgeving is gek genoeg, kritischer op je niet te drinken. Van ja, maar god, je bent nu niet meer gezellig. Waar dat dan op is gebaseerd, weet ik niet. Als je de wil hebt, de drijfveer hebt om te stoppen, dan lukt het je ook gewoon. Nou ja, hoe ga ik het nog volhouden? Ik blijf gewoon hetzelfde doen. Geen alcohol drinken, nee. Dus ik denk dat ik de innerlijke kracht heb om daar niet opnieuw aan te beginnen. Het lijkt misschien vooraf echt een hele opgave. Maar ik denk als je eraan begint en gewoon iets anders bestelt of iets anders neemt, dat het eigenlijk ook wel weer meevalt. En weet je, dat voelt ook weer als een prestatie.